Kopenhagen liepen we Adelheid Rozen tegen het lijf. Op een conferentie die Art Meets Science in Spirituality in the Changing Economy heette, mochten we niet filmen, maar gelukkig was zij er ook. En dat bracht een heel leuk contact en een gesprek voor de deur van de plek waar de conferentie gehouden werd. In Kopenhagen. Adelheid Rozen, we zitten hier voor de Koninklijke Kunstacademie in Denemarken en we zijn er min of meer uitgegooid. Wij zijn er min of meer uitgegooid, omdat wij allebei een mutserig high-end cameraatje bij ons hebben. Omdat wij op een hele amateuristische wijze willen proberen iets met media te doen, want daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en ook dit congres in beeld brengen. En er was net een dame binnen, die zei eigenlijk iets heel moois. Die zei, iedereen roept de hele tijd art meets science and spirituality and a changing economy. En toen zei ze, maar eigenlijk gaat het voor mij over de woorden meets and, hè, wij ontmoeten, jij en ik, in changing. Toen dacht ik, ja, daar heeft die vrouw helemaal gelijk in. En wat, waar ik meteen ontzettend verdrietig van word, is dat je denkt, ik word niet aangesproken. Zijn we nu met 3 Nederlanders. Eén van een soort echte televisiemaatschappij. Jij van Salto en ik gewoon particulier. Want ik loop gewoon te mutsen met een kamer. Dus gewoon een vakantiecameraatje, zal ik maar zeggen. Ik ben aan het leren. Shotjes maken. Dan wordt er niet gecommuniceerd. Er zijn hier veel te weinig gasten op dat congres gekomen. Ze hadden er veel meer verwacht. Bloedfascinerende ontmoeting. Want we hadden ook met z'n drieën samen iets heel leuks kunnen doen. Want jij kan leuke verhalen, mensen interviewen. En dan, en dan worden jij en ik worden er uitgezet en dan niet eens persoonlijk. Ik ben helemaal door niemand aangesproken. En dan grijpen ze terug op de Royal Academy. Want u mag hier niet filmen. En want u mag hier niet filmen. Dan ga je aan die mensen van die Royal Academy vragen, hoe zit dat nou? En dan zeggen ze, dat is nooit zo hier. Dat is nu ineens. Wij weten het ook niet. Hier mag altijd iedereen filmen. Maar nu hebben wij gehoord dat. En dan denk ik, ben je met 3 Nederlanders op een congres. Je lag hierop. Art meets science and spirituality in a changing economy. Nou, dat changing. Het wisselgeld van de commercie. Goed. Het grappige vind ik ook nog. Dat je, oh heerlijk, dankjewel. Het grappige is dat je nu dus een aanval krijgt. Maar ik ben dus gewoon shots aan het maken. Zoals ik ook shots maak van mijn hond. Weet je wel, en van mijn huiskamer. Ja, maar je komt je toch. Je denkt toch, het zijn interessante mensen, want wat zit hier, Nobelprijswinnaars? Nee, ik vind het zo grappig dat er nu een gevecht tegen mij wordt gevoerd, maar niemand heeft gevraagd wat ik hier zit. Ik zit dus hier gewoon privé, ik ben tante Mien, die gewoon shotjes aan het maken is. En die 1500 gulden betaald heeft om hier te mogen zijn en dacht, hallo, ik wil dat later nog eens zien. Precies. Dus ik ben gewoon een burger. En er wordt blijkbaar iets op je geprojecteerd van een enorme dreiging. Zij hebben, ik weet niet, daar staan geloof ik. Hoeveel camera's 3 staan daar camera's binnen? En nog een 3 camera's, lousy shots op gemaakt worden. En dan ga je dus met net nog die hele leuke boeddhist gesproken. Hoe heet hij nou? Panikar. Panikar. Ach, wat een schatje, wat een schatje. Sta je dus echt mensen te ontmoeten? En dan word je eruit gezet. Terwijl ik gewoon particuliere shots zit te maken. Geweldig. Adelheid. Je bent 3 dagen in de wereld, 3 maanden vertel je in de wereld aan het kijken. Want je wil wat anders gaan doen. Je wil, ja. Wat wil je gaan doen? Een leuke vraag. En dan mag ik gewoon eindeloos over mutsen. Ja, absoluut. God, Luc, wat een vrijheid zeg. Ja, ik dacht, en mensen moeten af en toe een beetje rust nemen. Dat zeiden die Tibetanen gisteren ook. Daar hebben ze helemaal gelijk in. En mensen moeten af en toe een beetje naar binnen zinken. En ik dacht, nou, ik wil me gewoon eens bezinnen. In juni, begin juni is mijn vader overleden. Heel onverwacht. En ik moet je zeggen, ik ben 38. Of ik was toen 7, ik werd daarna 3 weken na 38. Ik dacht, nou, dan heb je eigenlijk een hele mooie lange tijd. Heb je een vader gehad. En dan gaat zo'n man dood. En dan denk je, goeiemorgen zeg. Dat is toch iets, dat kan je met je hoofd allemaal bedenken. Weet je wat dat is, wat dat voorstelt. Dat kan je 25. Ik heb daar ook dromen over gehad. Dat die dood was en zo. Maar als die het dan ineens is. Niemand meer om terug te vallen? Ja, toch. Toch dat soort beelden, ja. Toch dat soort. Ik heb 1 zus en dat is zoiets prachtig. Als wij ergens heen gingen met z'n vieren, met ons gezin, dan zat mijn vader altijd achter het stuur. Ik zat daar altijd achter. Mijn moeder zat natuurlijk rechts voor, mijn zus zat daar altijd achter. En vanaf het moment dat mijn vader dood is en mijn zus en mijn moeder en ik
naar dingen toe gaan, bijvoorbeeld om de grafsteen uit te zoeken. Of naar zijn graf, of naar oude tantetjes die mijn moeder nog wilde bezoeken. Dan moet jij rijden. Next in line, baby. Next in line. Ja. En dat krijg je ook. Dus ik vind ook dat je er een enorm cadeau mee krijgt. Maar ik zit wel, ik merk wel dat ik heel vaak hardop tegen hem zit te praten, weet je wel. Dat ik hem niet zozeer mis in mijn Amsterdamse leven. Dat het dan de afstand is die je altijd, dat je gewoon kan denken, pa zit thuis of zo, weet je wel. Maar als ik dan ineens in het huis van mijn ouders ben, of zoals bijvoorbeeld nu, weet je, dan gaan we ergens heen en dan pak ik zijn autosleutels en dan steek ik die in zijn auto en dan... Want ik reed, mijn zus, wij reden toch nooit, ook al, weet je wel, kan je rijden. Hij reed toch altijd. Ja, next in line. Nou ja, en toen dacht ik, nou, dat ik wil wel eens, ik ben van de academie gekomen en ik heb daarna ben begonnen met werken en ik ben nooit meer opgehouden. En ik heb, vind ik, nog steeds last van angsten. Angsten om toch te durven zeggen wat ik wil zeggen. Ik heb toch censuur in mijn hoofd nog steeds van, nou ja, wat ik ook net aan die, waarom kan ik die naam toch niet onthouden van die man? Paniker. Ramon. Paniker. Raymond Paniker. Raymond, dat vind ik makkelijker. Wat Raymond zei, dat hij zei, but why? En weet je, wat je kan leren van je vijanden. En wat je, dat hij zei, ja maar people who admire you of people who love you, that is only good for your ego, weet je wel. Maar degene die je niet moeten, daar krijg je de inzichten van, weet je wel. Dan denk ik, ja. Oh ja. Who am I but my friends in me? Who are they but the friend in me? Then what about my enemy? Who is he, who is she in me? Mooi. Nou ja, ik probeer het ook langs die lijn, zal ik maar zeggen, te bestuderen. Maar ik vind toch dat ik te... Op bepaalde punten denk ik, oh, kan ik nog zo'n kind worden, snap je? Thuis zitten en de tranen uit mijn ogen, die uit mijn ogen springen. Nou, dat is natuurlijk niet erg, maar het feit dat je zelf vindt dat je daar... Dat je daar niet mee klaar bent, dat is erg. Want dat je huilt of lacht, dan iedereen mag doen wat hij wil natuurlijk. Maar ja. Er is nog een soort oordeel over. Ja, dat is het. Ik heb er een oordeel over dat niet zou moeten zijn. Ik heb er een oordeel over dat ik daar... dat mij dat helemaal niks meer zou moeten doen. En dat is misschien een illusie. De verandering kan natuurlijk alleen maar bestaan uit het laten gaan van het oordeel. Je moet niet zelf veranderen, je moet alleen maar er niet meer een labeltje op plakken. Want... Kijk, ademheid nou eens gek doen of niet gek doen of kwaad of wat dan ook. Ja. Maar dat vertellen al die mannen, dat alles is goed. De wereld zit vol met zotten die zeggen, ja, ik noem dat de pathologische goeroes, die zeggen, jij bent niet goed, jij moet veranderen. Je bent nog niet wie je zou willen zijn, je moet dit, je moet dat, meer mediteren, op je hoofd staan, er zijn 100.000 manieren. De echte mensen die ik waardeer, Brother David, er zijn er wel een paar in de wereld, die zeggen gewoon, mensen, je bent uitstekend. Ga nou eens op om je zorgen over te maken dat je niet uitstekend bent. Ja. Oké. Ja, dat is weet het enige je, wat nodig precies. Is. En weet je wat ik van de week tegen een aantal vriendinnen zei? Dat is eigenlijk precies wat jij zegt. Zeg ik denk, ik sta nog heel vaak op 's ochtends. En dan denk ik, ik ben 38. Ik denk dat ik 16 ben. Ja, dat houden we allemaal hoor. Echt waar. Ik denk dat ik 16 ben. Ik denk dat ik nog een paar dingen moet bijveilen. Dat ik nog een aantal dingen niet goed doe. Dat ik dat en dat beter zou moeten leren formuleren. Want mensen snappen niet wat ik zeg. En dat en dat. Moet ik nog beter... dat moet ik allemaal nog schaven en schuren. En daar zou ik dan minder expressief in moeten zijn. En echt zo'n kind komt er dan mij nog. En dan... Weet je, ja, maar dan dat is toch niet dat kind? Dan ga ik... Zie je niet dat je gewoon je vader is die dat soort dingen gezegd ja, tegen dat kind. Tegen zal ik dat maar kind. Tegen het is dat de vader kind. In jou die dat ja, zegt. Ja, precies. Maar nou wil je daar afstand van nemen. Wat, hoe ga je dat doen? Ik bedoel, je kan ook op een berg gaan zitten of... Nou ja, wat ik op zich... Maar ja, dat ben jij natuurlijk ook. Dan komt natuurlijk je anarchie omhoog. Wat ik met dat filmpje eigenlijk wilde... Is dat ik gewoon voor mijzelf... Omdat mijn vader zat in het bedrijfsleven. En ik dacht, ik neem dat cameraatje mee... Ik ga bijna meteen weer janken natuurlijk. Ik dacht, ik neem dat cameraatje mee en ik ga een soort intern gesprek voeren met hem. Dus ik maak gewoon een soort dagboek, alleen dan in beeld. Ik ga een soort vragen stellen en ik film eigenlijk heel erg het randgebied. Snap je? Ik film heel erg de achterkant van het doek waar Art Meets Science op staat. En, dus ik denk, ik ga proberen als ik het in een vorm giet van wat mijn werk is... En ik ga dat filmen, dan kom ik misschien stap voor stap
bij die ontmoeting met hem wat ik in het echt nooit aan hem heb durven vragen. Of wat ik wel een aantal keren heb gevraagd, maar waar ik nooit, snap je, die echte dialoog met hem heb kunnen aangaan, omdat het toch die man was. En dan denk ik, ik vind het zo naar, weet je, dat je dan niemand mij hier vraagt wat ik aan het doen ben, maar dat je meteen als een bedreiging wordt gezien die leuk met mensen staat te praten, die meteen met die Raymond in een omarming gaat. En dan en daarmee word je van een courtyard, van een mooi plein afgejaagd midden in Kopenhagen, waar alles elkaar zou moeten ontmoeten. En dat, zoals ik het nu zie, je komt hier gewoon je vader zoeken, want daar zitten allemaal een beetje, misschien wel een klein beetje autoritaire figuren, maar toch allemaal heel aardige figuren achter een tafel. En ik heb dat ook, daar zit mijn wijsheid. Ik weet best wel dat die wijsheid best in mezelf zou moeten zitten, maar daar zit een stukje wijsheid waar we tegenop kijken of zo. Ja, ik... Nee, ik, daar ben je uitgegooid, heel goed eigenlijk. Daar zitten we allebei te huilen op. We zijn eruit gegooid. Ik ben eruit gegooid door mijn vader. Godverdomme. Vader, dat is wat. Een paar weken geleden hoorde ik aan mijn vader... Leeft jouw vader nog? Ja, prostaatkanker heeft waarschijnlijk. En dan wordt het plots ook heel kort, weet je wel. Hij is 78, dus het is allemaal niet... Maar toch. Mijn vader was bijna 77. En dan denk ik, goed, ik heb hem tot mijn bijna 38ste mogen hebben. Maar toch. Dat zijn natuurlijk toch... Wat waardeer je hem nou meer dan toen hij er was? Misschien voel je er wel een zuur, of niet een beetje? Mijn vader? Ja. Nee, ik voel wel dat ik een soort kracht van hem heb geërfd, waar ik hem heel dankbaar om ben. En dat als ik mijn vader hoor praten... Mijn vader heeft ooit tegen mij gezegd, Luc, nou dat vond ik zoiets... Mijn totale wereldbeeld draaide om. Ik had met hem een gevecht over de nachtshow. Over Varens nachtshow. Jaren later. Dit is denk ik 6 jaar geleden. Toen was ik 32. Nou ja, dat was dus 6 jaar na die nachtshow. En toen had hij zijn been gebroken. Mijn moeder ging naar een cursus. En hij moest met dat been verzorgd. Dus ik ben een week in huis gegaan. Met hem. In zijn huis. In hun huis. En s'avonds op de bank gewoon voor hem gekookt, inkopen gedaan en zo. Nou, s'avonds met het been in bed geholpen. Meesterlijke week. Kreeg ik s'avonds op de bank ruzie met hem. En toen klapte mijn hele wereldbeeld om. Dus eerst zaten we helemaal in dialoog en ik voelde die angst. En ik dacht, ik moet doorpraten. Toen dacht ik, ja, maar het is gewoon mijn vader. Hij zegt altijd, als er iets is, kom bij me. Weet je wel? Moet ik zo gaan zitten voor de wind? Ja, ik weet van microfoons. en toen zei ik tegen hem... Ik dacht, ik moet doorvragen. Dus ik zei, ja, maar pap, als ik het dan wil... En waarom is dat nodig? En jij en die dingen, die erotiek. En nou, ik vertelde, ja, maar pap, mijn zus en ik... Wij zijn nooit opgevoed met die erotiek. En dat is jullie angst. En ik vind, voor mij is dat ethiek. En nou ja, allemaal uit. Het is jouw frustratie, maar je hebt er veel plezier van. Ja. Eigenlijk wel. En toen zei hij... En eens draaide die om. En dat was, toen gaf hij me eigenlijk een soort... een enorme schop onder mijn reet. En toen ging hij op die bank... ging hij loodrecht op die bank zitten. En toen zei hij... Maar als jij vindt... dat jij moet doen wat jij moet doen... dan moet jij je nooit... dat heb ik ook nooit gedaan... door niemand laten weerhouden. En zeker door mij niet. En toen weet ik dat alsof er een soort een kanonschot, weet je wel. Set you free, hè? Gaf je... Door de Berlijnse muur kwam en dat ik dacht... Hey. Maar hoe kan ik nou 32 jaar... Dus ik kreeg eigenlijk weer een toestemming. Hey. Ik kreeg een soort toestemming voor datgene waar ik 32 jaar tegenaan... Dus hij vertegenwoordigt eigenlijk die twee kanten. Nou, ik snap je, mijn hele hoofd rolde door elkaar. Ik heb die hele nacht niet geslapen. Ik dacht alleen maar, hoe heb ik dat niet kunnen zien? Hoe past dit? Nou... Ik was 38 en ik door allerlei omstandigheden ben ik op een berg beland dus een keer. Echt ook, net als jij, ik had besloten, ik ging de wereld andere dingen doen. Vulkanen gezien, waanzinnige ervaring. Ik zat op een berg en toen kreeg ik een soort realisatie, weet ik wel. En toen begreep ik hoe de wereld in elkaar zat. Tenminste op dat moment een heel belangrijke ervaring. Toen kwam ik later terug en toen ben ik naar mijn vader gegaan en ik zeg...
pa, waarom heeft nou niemand mij ooit verteld dat alles wat ik dacht dat waar is, niet waar is? Waarom heeft nou nooit iemand mij op school op mijn 17 verteld, Luc, moet je eens even luisteren. Wat die mensen allemaal vertellen over hoe de wereld in elkaar zit en dat, noem maar wat, dat de heksen slecht zijn. En dat is allemaal niet waar. Dus alles is anders. En je moet gewoon alleen... Dus ik ben naar mijn vader gegaan en ik zeg, pa, waarom heb je dat nooit verteld? En toen keek hij me aan en zegt hij, ja. Alsof hij bijna zelf wel op die rand van die ervaring zat, maar dat nooit... Want hij was tenslotte katholiek en getrouwd en net. Dan kon je je kinderen toch niet vertellen dat er een wereld voorbij die wereld die was. Die wereld was. Ja. En dat waar wij LSD of meditatie of zen meditatie voor nodig hadden, dat zij dat op een andere manier in de oorlog of wat dan ook misschien eens een keer ervaren hadden. Bijna alsof het... En toen dacht ik, goh, waarom zijn er geen scholen waar ze dat mensen vertellen? Gewoon op een 16e, hallo. Maar ja, ik heb zelf kinderen en ik probeer het ze wel te vertellen en soms hebben ze dat ook begrepen. Maar, er staat een leuke dochter van jou. Ja, die staat achter de camera. Maar ik had dat ook van pa... Waarom heb je me dat niet verteld? Ik vind het ontzettend leuk dat bijvoorbeeld mijn geliefde collega George Schroot, waar ik theaterprogramma's en zo mee maak, die zei op een gegeven moment, ik ben geen vrouw, ik heb nooit een kind gebaard, ik zal nooit een kind baren. Maar waarom initiëren mensen, eigenlijk hetzelfde wat jij zegt, waarom initiëren mensen elkaar niet op de pijn van de dingen? Dus toen vertelde hij... Zei hij, ik ben in mijn klas, en die geeft ook heel veel les op de theaterschool en zo. Ik ben in mijn klas gaan vertellen aan mensen dat baren ook pijn doet. Waarom vertellen vrouwen op vrouwen op vrouwen? Waarom krijg je alleen, weet je, het roze beeld? En waarom krijg je niet die oerpijn? Of wat er ook door je heen, waar je eigenlijk op geïnitieerd zou moeten worden. En naar aanleiding daarvan heb ik heel veel met George daarover zitten mutsen en zo. Initiëren, je bedoelt initiatie. Vertelt dat. Toegang krijgen tot weten. Precies. Ik vertel nu aan mijn studenten op school. Dat is het enige wat ik kan doen. Ik geef les op de Kleinkunstacademie in Amsterdam al jaren. En dat is een van mijn favoriete hobby's om dat te doen. En ik vertel nu aan mijn studenten. Jongens, luister. Ik ben volgens mij een betrouwbaar mens. Ik ben heel erg trouw. Ik heb een groot aantal relaties gehad. Heftige, langdurige. Niet de one night stands en zo. Gewoon jaren. En ik vertel nu... Probeer nu met mijn student op 18-jarige leeftijd de mythe weg te halen dat het huwelijk zou kloppen. Of dat de relatie, ook al kan je, misschien kan je het ook in de libellen lezen, maar ik probeer met mijn studenten echt uit te wisselen. Dat als je in een cultuur was opgevoed waarin wij om de 7 jaar zouden wisselen, dat wij ons helemaal niet zo ongelukkig zouden voelen als er een relatie uitgaat. Maar dat je je volwassen kant kan ontwikkelen door te zeggen, Luc, ontzettend bedankt. Wij hebben 3 jaar dit en dit samen gehad. Ik heb van jou door jouw schaduw dat en dat geleerd. Jij hebt door mijn schaduw dat en dat geleerd. En ik ga naar de volgende. Of ik ga even naar mezelf. Of jij gaat nu naar Riet. Mm-hmm. Of naar Annelies. En ik ga naar Jan en naar Kees. Of hoe ze ook mogen heten. Ja, en... Maar op een of andere manier is dat afscheid nemen van iemand in een relatie natuurlijk ook een stukje zekerheid. We hebben zeker, onze generatie heeft het gevoel dat we een soort zekerheid hadden in die relatie. Van, hallo. Maar als je mensen de educatie zou geven dat ze in een relatie de spiegel krijgen in plaats van die veilige, want dat zit natuurlijk altijd onder. Als ik met jou ga, dan denk ik, ik kan dit en dit en dit en dit niet. Ik ga nu met Luc trouwen en dan geeft Luc onbewust, verwacht ik, onder de tafel dat jij mij dat en dat en dat gaat geven. En als jij mij dat niet gaat geven, dan ben jij een lul de behanger. En dan? Dan geef jij mij die veiligheid niet. Ik wil van jou een bepaalde veiligheid, jij wil van mij een andere veiligheid. En dan denk je na een tijdje, hij lijkt op mijn vader. Precies. Ja. En dat had ik liever niet. Ik weet niet, ik heb nog een andere visie op relaties. Ik geloof in harems. Niet omdat harems... Er zijn toch ook voor ons, hè? Toch maakt niet alleen... Maar ik geloof in iets wat door de historie heen heel lang bestaan heeft. En iemand heeft ooit gezegd dat ik in een vroeger leven, waar ik niet zo vreselijk makkelijk mee omga met dat soort dingen. Maar die zei, in een vroeger leven was jij dichter en had jij een grote harem. En toen ben ik daar eens over nagedacht. Toen dacht ik, shit, dat is iets wat toch heel stabiel is geweest. Huwelijk is heel stabiel geweest, maar harem is ook heel stabiel geweest. Kijk, breng dat eens in deze moderne tijd. Nou, dan heb ik het woord timesharing bedacht. En ik dacht, je kunt met mensen, een aantal mensen een relatie hebben die permanent is. Voor mijn part voor de rest van je leven. Maar niet volledig. Hallo, we hebben een relatie. 20% van de tijd, misschien moet je dit hebben. Maar voor dat stukje. En die hebben we stabiel.
Ik zal, als jij naar de film moet, ga ik altijd met jou naar de film. Noem maar wat, iets simpels. Of een goed gesprek. En als je dan aan mensen gaat vragen hoe dat zit, dat concept van timeshare in relatie, dan hebben ze dat altijd gehad. Want ze hebben altijd wel een vriend met wie ze naar de film gaan, het goede gesprek. Ja. Toen dacht ik, waarom kunnen we dat niet gaan formaliseren? En dan moet je een beetje naar de demografische ontwikkeling kijken. Veel vrouwen blijven, 35, 45 blijven over. Hebben al zoveel kerels gezien, geen kinderen zitten daarmee. We gaan ongetwijfeld een trend zien dat die gaan hokken met elkaar. Economisch hartstikke leuk. Een paar vrouwen lekker in netwerken. Huis. Ja. Dan kan je er ook een kerel bij nemen. En die kan je delen. Ja. Nou, vreselijk naar begrip, feministisch gezien natuurlijk, mag het helemaal niet. Maar ik begin te geloven dat over 10 jaar dat een patroon is. Dat je dat gaat zien. Dat mensen gewoon beslissen dat ze niet de hele tijd met iemand hoeven te zijn. Maar ze kunnen part-time, timesharing. We delen elkaar voor een gedeelte van de tijd. Hoe zie je dat? Is dat iets wat... Nou, het ligt niet zo... Het ligt niet zo praktiseer je dat ook? Ja. Precies. Ja, want daar zit de bottleneck. Daar zit de bottleneck, vind ik. Kijk, ik probeer to preach what I practice. En dan moet je natuurlijk wel een bepaalde manier van goede huizen komen om... op je eentje op je kamer te gaan zitten, dat als je dit soort dingen letterlijk uitvindt, zal ik maar zeggen, ook al is het, bestond het al, of ook al bestond natuurlijk de hele harem, maar dan vind ik in een veel bredere context. We weten ontzettend weinig van harems. We weten, nee, precies. Er is maar één, maar in de Bijbel wordt gezegd, wie was de wijste koning ooit? Dat was Salomon. Wie had de grootste harem? Salomon. Hij had 1000 vrouwen, over de hele wereld kwamen ze naar hem toe. Dat zou je toch aan het denken moeten zetten, dat als je nou zeg maar 1000 vrouwen hebt die met één vent... hebben. Misschien is er wel. Het is natuurlijk heel complex, hè, wat jij nu eventjes aansnijdt. Het is heel verschrikkelijk. Complex, het is heel iets. Complex. Nee, want ik vind mezelf al een hele piet dat ik van de ene relatie naar een volgende relatie ben gegaan en met beide mannen in een communicatie ben gebleven. En dan bedoel ik het even niet met alle respect 60 jaren achter, maar dat ik met beide mannen in een communicatie ben gebleven en dit wat jij nu zegt, eigenlijk dus de omgekeerde harem. Stapje voor stapje, millimeter voor millimeter. Want ik vind dan ook dat je dan heel erg goed elkaar wel de veiligheid moet bieden van het feit dat je aanspreekbaar bent. Als je het op een egocentrische wijze doet, dan is het meteen iets anders. Dan is het gewoon, je neukt een beetje in het wilde weg of je doet nog eens wat. Je vindt die avondielen. Kijk, ik bedoel, dat is het natuurlijk niet. En zo wordt het natuurlijk maatschappelijk heel vaak opgevat. Dus ik vind het komt dus omdat we daar dus ook niet aan gewend zijn. Hè? Ja, maar daarom bedoel ik... Papi en mama vinden dat niet goed. Nee, maar als je... Maar ik denk, ja, if you practice what you preach... dan heb je gewoon de hele ervaringswereld. Dus ik bedoel, ik kan hier met jou eindeloos over gaan zitten mutsen. Omdat ik denk, ik ken het uit mijn leven. Dus ik weet ook wat voor pijn het doet. Ik bedoel, het is niet alleen maar dat je denkt... wat makkelijk. Je... Want je wordt als je een mens ziet als een diamant die door aan anderen geslepen wordt, word je aan 2 of 3 of 4 kanten tegelijk geslepen. En dat hoeft geen seks precies te zijn, maar het kan met de een kant ga je reizen, met de ander... Precies. Ja, maar dat vraagt dus een enorme investering van een mens in andere mensen. Dan moet je eigenlijk al de instelling hebben dat de mens het meest waardevolle is wat je daarin kan ontmoeten. Dat geloven we toch? Nee, ik geloof dat. Ja, maar ik bedoel, daar zijn natuurlijk ook een heleboel mensen. Daarom is dit gebied zo ingewikkeld. Dat je kan dit ook praktiseren op een veel oppervlakkiger niveau. En dan kun je aan dit gesprek deelnemen. En dan kan je zeggen, ja, dat doe ik ook. En dan denk je, ja, maar je kan het op een heleboel manieren doen. Ik bedoel, je moet het wel vanuit hier doen natuurlijk. Dus dat bedoel ik, ik vind dat je aanspreekbaar moet zijn voor de anderen met wie je dat netwerkje vormt. Nou, een van de manieren waarop ik dat aanspreekbaar was, een vriend van mij, Arie Taal, die bracht het een tijdje geleden op. We hadden het over relaties en die zei, nou, ook in een televisieprogramma, zeg maar, Luc, hoe zit jouw leven in elkaar? En toen dacht ik, nou ja, ik moet niet aan de wereld vertellen over hoe ze in Amsterdam mediapolitiek moeten doen of hoe je computers moet gebruiken als ik niet bereid ben ook de rest van mijn persoonlijkheid daar in ieder geval te bespreken om duidelijk te maken wie ik ben. Maar vind je dat eng? Ja, omdat het gaat niet alleen om mij, maar ook om mijn kinderen en om andere mensen die daarbij betrokken zijn die dat misschien niet zo leuk vinden. Ja, precies. Ja, ik moest een keus maken. Een vriendin van mij die had darmkanker. En die is een maand bij me komen wonen. Die zei, ik wil bij jou wonen.
Ja, dat gaat dus in tegen een heleboel andere dingen. Dan moet je dus iets opzij zetten van, gaat zo iemand dood of niet? Nou, misschien is het de goede kant uitgegaan. Maar dat is niet een beslissing die alleen aangaat. Mijn kinderen zijn, die zeggen, hallo pa, wat ben je nou aan het doen? Kanker? Je kunt rationeel wel denken, dat is niet besmettelijk, dat is niet gevaarlijk of wat dan ook. Maar en wat emotioneel. Ik vond het, uiteindelijk zeg ik, als je ergens voor staat, moet je het dus maar doen. Als je open staat voor mensen en hebt gezegd, ik wil je daarin helpen. Dan moet je niet zeggen, ja, maar oh, nou ga je dood. Nee. Bovendien, wat ik uitgeleerd heb, is dat doodgaan niet eng is. Doodgaan is je weer herinneren dat je niet alleen bent. Death is when we remember we're not alone. Ja. Ik vond het erg, erg ontzettend heerlijk dat mijn vader thuis is doodgegaan. Dat hij daar nog 5 dagen lag. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Want de mensen om hem heen herinneren zich dan dat ze niet alleen zijn. Ja, precies. Dat je ergens bij hoort. Dat je door die vader... En we zijn dat allemaal vergeten. Maar iedere andere cultuur heeft natuurlijk voorouders, systemen. Dat mis ik dan zo, hoor. Dat mis ik dan ineens heel erg in deze cultuur. Mijn vader wilde begraven worden op de begraafplaats waar ook zijn ouders lagen. En toen ben ik ook dus die steen van mijn oma weer gaan opzoeken. Die had ik vanaf, ik was geloof ik 6 toen mijn oma doodging, nooit meer gezien. Toen dacht ik, oh, is dat toch wat. Dat vind ik dus zo mooi van die culturen. Dat wij in Nederland, dat je dan 2 graven verder. Er zat een Iranese familie. Toen wij hadden nog geen stenen. Dus ik heb alleen nog zo'n, bij mijn vaders graf zo'n heuveltje zand. Dan heb ik wat van die mutserige plantjes allemaal opgezet en zo. En toen zaten 2 stenen verder. Zaten mijn moeder en mijn zuster. En mijn moeder die maakte zich natuurlijk vreselijk druk. Of je daar wel... Ik stak een sigaret op. Dan weet je, dan zeg ik, mam, we zitten hier gewoon met papi. Ik zeg gewoon, denk mijn moeder, natuurlijk, ja, dat kan natuurlijk ook wel. Mijn hond, snoes van hond erbij, nou, die gaat natuurlijk midden op dat graf liggen. En 2 graven verder zit een Iranese familie. Ik geloof met z'n 12. We gingen daar zitten. Nou, Luc, ik word zo gelukkig. Ik kan je niet vertellen hoe gelukkig ik word. Dat je altijd denkt, soms heb ik namelijk gewoon ook geen fucking zin. Dat als ik met mijn reet, omdat die graven zo klein zijn, op dat graf daarnaast ga zitten. Gewoon een ding dat ik vind, dat vraag ik ook nog. Ik ben iemand die ook nog tegen die, ik lees die steen. Ik zie Jozef Swinkels. Ik zeg, lieve Jozef Swinkels, ik ga even met je rug naar me toe zitten. Mijn vader is net dood, mag het even. Denk ik, weet je wel, dan ga je zitten. Dan gaat mijn hond erbij liggen, mijn zus erbij. Thermoskannetje met koffie, sigaretjes roken. Er zitten 2 graven, er zitten 12 Iranese mensen. Kinderen, baby's, vrouwen, kinderen voeden. Al die mannen janken met z'n allen. Nou, dan denk ik, wat een gift from heaven. Dat die culturen bij ons komen. What a gift from heaven. Dat we allemaal weer... op die manier toevallig weer contact krijgen met dingen die we zelf vergeten waren. Ja, absoluut. En dat ik dan ook denk, ik voel me ook nog zo gesteund. Snap je? Ik denk dan, wat heerlijk. Herinner je dat vliegtuig in de Bijlmer tegen zo'n ding geknald was? Dat al die culturen samenkwamen met hun manier van rouwen. En toen, ik heb een paar dagen later ging naar Parijs en toen vloog ik overheen, dan zag ik dat. En toen heb ik 's nachts een droom gehad waar deze zin kwam. Death is when we remember we're not alone. En die heb ik naar de burgemeester gezegd. Ik zeg, weet je wat je nou moet doen? Is een mooie steen neerzetten, een monument. En dit is de kreet. Death is when we remember we're not alone. Dan cover je niet alleen het feit dat we misschien nou aan voorouders, reïncarnatie, wat ook. Maar dat we op dat moment ons met z'n allen herinneren. We zijn samen. Dit was Amsterdam. Een heleboel mensen dood. Een heleboel mensen erbij. Heel veel culturen. Ik vond dat een waanzinnige manifestatie van... Wat als smeltkroes, en ieder in zijn eigen waarde laten. Maar goed, dat monument is er niet gekomen of half gekomen. Dat briefje zal wel ergens verdwenen zijn. Maar death is when we remember we're not alone blijft voor mij een beetje een beetje overeind. Ja, absoluut. Prachtig. Ik vind het heerlijk. Ik vind die andere culturen zoiets heerlijks.
Ik kan me helemaal niet, dan kan je sowieso in niemand anders verplaatsen, maar even als uitdrukking. Ik kan me helemaal niet verplaatsen in mensen die dat, ja, ik kan natuurlijk met mijn kop bedenken wat je erop kan projecteren en wat je dus bedreigend kan vinden. Maar ja, dat is hetzelfde als hier. Nou ja, goed, het is anders en alles wat anders is bedreigend totdat je het kunt ontarmen. We maken separatie. Iedere separatie is verarmend. Maar Luc, ik ben soms natuurlijk ook gewoon een heel naïef kind. En daar ga ik weer ontzettend zitten klefkutten. Maar dan denk ik, denk, nou ja, wat mijn kracht is ook mijn zwakte. En dat is de andere kant van de medaille. Maar ik ben ook gewoon, ik denk dan, ja. Ik vind het niet eens erg. Ik vind het niet eens erg in de zin van dat ik geblokkeerd ben in wat ik wil doen. En denk, ik vind wel een andere route om te doen wat ik wil doen. Maar ik vind zo. Dan. Weet je, dan denk je een congres. En dan denk je aan die ontmoetingen. We zitten hier nog steeds. We zitten hier nog steeds in Denemarken. Nee, maar als je al die dingen aan elkaar koppelt, dan denk je, snap jij het? Snap mij dat mensen zich zo bedreigd kunnen voelen? Ja, maar aan de andere kant geeft dit weer nieuwe openingen. En we hebben over dingen gepraat waar we anders nooit over gepraat hebben. Nou, ik schat jou wel in dat je dat altijd doet. Bedankt. Adai.